Welkom terug bij het laatste deel van Rally Report. Tijdens een vakantie overleed vrij plotseling op 30-jarige leeftijd een van Nederlands en Belgisch meest aansprekende rallyrijders, Rocco Teunissen. Hij was de afgelopen jaren Mr. Rally. Non sans champion. Comment? Non sans champion. Rocco Teunissen. In 1995 debuteerde hij in de rallysport in zijn eigen ELE-rally met een Nissan Sunny. Maar de successen kwamen snel met de groep N Subaru en later het Nationaal Belgisch Kampioenschap. Een terugblik van zijn rallycollega's uit Nederland en België. Ik denk misschien wel bijna zijn allereerste overwinning. En dat klinkt misschien een beetje raar. Dat was de RTS-rally, die is nu niet meer. Maar ik denk dat dat voor zijn vader en voor Rocco wel een van de emotioneelste momenten was om te winnen. En waarom? Ik denk dat Ben daar zag wat hij altijd heeft willen zien. En dat daar ook voor de eerste keer zag. Het is zeker niet zijn grootste overwinning in de rallies geweest. Zeker niet, maar ik vond dat wel misschien wel een van de meest emotionele overwinningen die ik dan gezien heb. Ja, Rocco is altijd eigenlijk, of toch tenminste de eerste jaren, afgeschilderd als een echte gentleman driver. Wat eigenlijk niet abnormaal is. Iemand die in goede business zit en met een dikke auto kan rijden, daardoor wordt nogal gauw afgeschilderd als gentleman driver. Het is ook zo dat Rocco veel meer tijd nodig gehad heeft om het talent dat hij toch had te kunnen ontbolsteren. Hij heeft er echt wel zijn tijd voor genomen. Ik kan mij wel herinneren dat er in het begin met ons wel stiekem werd gelachen toen we met onze Toyota Corolla WRC aantraden. Maar de laatste twee jaren werd hij toch wel erg gewaardeerd in het rallypeloton. De eerste overwinning tijdens de RTS-rally was in 1998. Het kampioenschap van België werd binnengehaald en dat was volgens velen een toevalstreffer, want de anderen vielen uit. Maar vanaf 1999 met de Toyota Corolla World Rally Car kwamen de dagoverwinningen en vooral de kampioenschappen, want in één ding grossierde Rocco. En dat waren de kampioenschappen. Maar hij had altijd iets van afhoudendheid. Heel rustig. Vond hij het spelletje wel leuk. April 2000. Locatie is de Tour de Luxemburg. Rocco Teunissen in één keer heel anders rondrijdend. Dit was de Teunissen die de rallysport wilde zien. Nee, Luxemburg vind ik een heel mooi evenement. En is een rally die voor iedereen nieuw is. Kijk, ik had nog het jaar ervoor gereden. Dus dan is de strijd leuk om aan te gaan met iedereen. Je bent op hetzelfde terrein, kennis heeft iedereen. Dus dan is het wel mooi om daar ervoor te gaan. Maar toch rij je daar echt anders, zegt men. Men zegt dat ja, ik reed daar agressiever en echt voor de overwinning. Overwinning, overwinning, overwinning. En die overwinningen kwamen. En hoe? Behoudens dit foutje in de Tour de Luxemburg van 2000, waar die echt ging voor de overwinning, werd Rocco een gerespecteerd kampioen en favoriet. Rocco heeft mij het meest geïmponeerd. Vorig jaar in Spa heb ik hem de eerste proeven zien passeren en toen heb ik gezien dat zijn rijstijl heel wat efficiënter geworden was. En ik denk, misschien niet qua uitslag, maar de eerste proeven van Ibevo, waar hij toch sneller was en een stuk sneller was als mezelf en als Bruno Thierry, daar heb ik me toch even vragen gesteld. Dus daar was ik toch meest van onder de indruk van die tijden. Oh, dat vond ik vorig jaar. Ik was thuis en ik volgde op het internet Ieper. En ik kijk naar twee proeven en ik zie aan de leiding Rocco Teunissen. En dan zeg ik van ja, aan de leiding in Ieper en Bruno Thierry deed met de 206 WRC mee. En alle andere goede rallyrijders deden mee. En als je dan aan de leiding gaat in zo'n wedstrijd, dan vind ik super. Samen met zijn vader, zijn grootste supporter, stippelde hij een uitgekiende kalender uit. Hij grossierde in de kampioenschappen. Rocco Teunissen won bijna alles wat hij kon winnen. Maar vind je het leuk, al die bombarie eromheen, het circus op zo'n podium en champagne en dergelijke? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Dat is toch wel... Het hoort erbij. Het hoort erbij. En daarna ook alles eromheen, ja.
dat doe je toch voor. Daar ben je toch heel de wedstrijd voor aan het rijden om toch te zorgen dat je op het podium komt. Hij was voor mij de perfecte combinatie van intelligentie, bescheidenheid en groot rallytalent. Als mens, ja, zijn eeuwige lach, zijn vriendelijkheid en het feit dat hij gewoon een levensgenieter was. Ja, als een heel warm persoon, heel trouw ook, niet erg uitbundig, op rallies dan althans. En ja, gewoon als een heel goed mens. Joviaal, optimistisch, eerlijk, heel eerlijk. Discreet, eerlijk en rechtvaardig. Als men mij destijds vroeg wie of wat Rocco was, zei ik steeds ja, dat Rocco een echte levensgenieter was. Hij zou van alle dagen een feest willen gemaakt hebben. Op rallygebied geef ik toe dat ik daar soms af en toe moeilijk mee had, dat hij echt wel goed leefde. Ik vond het eigenlijk niet altijd professioneel, maar nu we de situatie kennen, ben ik echt blij dat hij echt zo wel geleefd heeft, want hij is eens te meer een voorbeeld dat we van het leven moeten genieten. Rocco, bedankt voor de rallyfeestjes. We zullen je missen.